toekomstperspectief. U vervolgt het ook. Ja, voorzitter, dan... Er is toch nog een interruptie van de heer Van Baarle. Kijk, voorzitter, dan ligt het aan de minister-president dat de minister-president buitengewoon selectief naar mij luistert. Want dan heeft hij niet goed naar mijn bijdrage in het verleden geluisterd. En hij doet het nu weer. Want hij zegt letterlijk tegen mij, via u de voorzitter, dat het juist voor mijn partij van belang zou zijn dat ik dat zou moeten doen. Dus schuift hij mij weer een soort van verdachtmaking in de schoenen, die precies in het straatje past van de intimidatiepolitiek die ik net omschreef. En voorzitter, ik hou net staande, want de minister-president gaf geen antwoord op mijn vraag. En laat ik hem dan wat specifieker maken. Waarom wordt een bedrijf dat militaire goederen verkoopt aan Rusland wel bestraft, maar militaire goederen verkoopt aan Israël, waarmee oorlogsmisdaden in Gaza gepleegd worden, wordt niet bestraft? Waarom worden er vervolgingen bepleit voor de bezetting in Oekraïne, maar geen vervolgingen bepleit voor de Israëlische bezetting van Palestijns land? Waarom dat verschil in die benadering, vraag ik de minister-president. De premier. Ja, opnieuw probeert Van Baarle eronder uit te komen door de indruk te wekken dat ik hem op een of andere manier onder druk wil zetten of whatever. Ik stel alleen vast dat hij met zijn partij weigert om afstand te nemen van het terrorisme van Hamas. En doordat ook hier, dan hoop ik dat hij dat dan vandaag alsnog doet. Ik heb hem dat nog nooit horen doen en ik had dat logisch gevonden, want het is een terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor een verschrikkelijke aanslag op Israël op 7 oktober. En het zou volgens mij alle democratische krachten passen om daar stellig afstand van te nemen. En vervolgens elkaar buitengewoon scherp te maat te nemen over hoe ga je vervolgens om met de situatie al daar. Wat hij vervolgens ook doet, en dat mag hij ook doen. En ik verwerp de nederzettingenpolitiek van Israël. Ik pleit voor een zelfstandige Palestijnse staat naast een veilig Israël. Dat is uiteindelijk ons toekomstperspectief. Ik ben daar volstrekt helder in. En dat betekent dus ook dat bedrijven die zaken doen op de Westbank, bezette delen daarvan, of zaken doen op andere plekken waar het ongewenst is, dat we dat net zozeer veroordelen. Uw antwoord is helder. U wilt nog een interruptie plegen, de heer Van Baarle? Ja, voorzitter. Om weer in te gaan op waar de minister-president mee begon. Ik heb heel helder gezegd in alle instanties in de Kamer en alle debatten, en dan luistert de minister-president selectief, dat ik de verschrikkelijke manier waarop burgerslachtoffers zijn gemaakt, dat ik dat verwerp. Dat heb ik gezegd. Dat lijkt me ook dat heb ik gezegd. Maar wat de minister-president doet, is als je de dingen niet zegt zoals de minister-president wil dat je het zegt, als de minister-president niet hoort dat je Israël benadert op de manier zoals hij het wil, dan wordt er het etiketje opgeplaatst van antisemiet of terreuraanhanger. Het is wat de minister-president mij persoonlijk toeschreef toen ik in de Tweede Kamer een debat voerde. Toen riep hij het vanuit vak K naar mij. Dat kan hij ontkennen, maar dat deed hij. En voorzitter, ik constateer dat de minister-president aangeeft dat hij de nederzettingenpolitiek verwerpt, maar vervolgens dat er geen enkele daad tegenover wordt gesteld. Israël ondervindt daar geen sancties of consequenties van. En mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, worden niet vervolgd. Dus waarom blijft het steeds bij lege hulzen en worden er geen consequenties aan het illegale annexatiebeleid van Israël verbonden? De premier. Voorzitter, er vallen een beetje in herhalingen. Ik heb het niet over antisemitisme. En ik ben niet aan mij om de heer Van Baarle hier de maat te nemen. Maar ik vind alleen, dat is mijn opvatting, en die mag ik hier ook geven, dat als een terroristische organisatie een aanslag pleegt op 1200 mensen, dat je misschien de feiten mag noemen. Dat een terroristische aanslag is van een terroristische organisatie. En volgens mij zijn alle partijen, behalve Denk, het daarover eens. En natuurlijk dat de heer Van Baarle zegt, ik vind het erg als mensen omkomen. Ja, dat hoop ik ook natuurlijk, dat hij dat vindt. Ik verwijt hem geen terrorisme. Ik verwijt hem geen terrorismeverheerlijking. Ik stel alleen vooral vast dat hij de feiten niet de feiten wil noemen. Dat vind ik ernstig. Ik denk dat we daarmee dit punt kunnen afronden. En dan kan de premier zijn betoog vervolgen. Ja, voorzitter, dan was er de vraag over Borrell. Kijk, Borrell is de hoge vertegenwoordiger van de Unie. Dat betekent niet dat wat hij zegt altijd ook betekent precies is wat de leden van de Europese Raad of de Raad Buitenlandse Zaken vinden. Hij